Dit is Karl-Hendrik Robert. Dat is de man die de theorie heeft ontwikkeld van de natural step. Dat is de belangrijke voorloper voor het kredel-to-kredel gebeuren. Hij heeft bedacht dat voor ieder productieproces er een natuurlijke stap, een iets in zou moeten zitten wat de natuur aanmaakt, zodat dat product altijd opnieuw kan worden gemaakt. En heel veel producten is dat op dit moment niet het geval, omdat je gewoon eindige grondstoffen gebruikt. Wij zijn bezig met het eiwit winnen uit snel groeiend eendekroos. Dat is een idee wat wij hebben ontwikkeld de afgelopen tijd. Eiwit is een belangrijke grondstof voor de mens. Het is de bron voor aminozuren die we allemaal nodig hebben. En met drie bedrijven samen ontwikkelen wij op dit moment de pilotfabriek om eiwit uit eendekroos te halen. Wat zien we bij uw nominatie? Wat voor product is het? Dat is eiwit. Dat kun je in allerlei toepassingen gebruiken. Je kan het inmengen in gehaktballen, ik noem maar wat. Je kan het gebruiken om vegaburgers mee te maken. Je kan eiwit gebruiken in coatings. En het is vanuit eendekroos is het heel erg milieuvriendelijk om het te maken. Omdat het heel snel groeit. Er zit heel veel eiwit in. En nu wordt voor dat soort toepassingen bijna altijd soja gebruikt, wat van heel ver aangevoerd moet worden. Terwijl eendekroos in Nederland ook goed zou groeien. En het brengt per hectare 10 keer meer eiwit op dan soja.